beetje slaap, jongens. Ik ben Mark Lammers, hockeygek. Jarenlang zelf gehockeyd en altijd training gegeven aan de kleinste jeugd. In het hockey doorgegroeid als trainer-coach. Ik heb het Nel zelf al dames 8 jaar mogen trainen. En nu inmiddels bondscoach van België mannen, van de Red Lions. Vince, you're 10 o'clock, we meet in the back room. Okay. Ik denk dat de Red Lions heel veel zelfvertrouwen hebben gekregen en heel veel lef hebben gekregen. Ook de manier waar wij met de hele begeleiding omgaan met die spelers. Het eerste waar we altijd op focussen op positieve. Waar zijn ze goed in? Waar zijn wij sterk in? En proberen van die 8 en 10 te maken in plaats van die 4 en 6. Nou, al dat soort facetten proberen we met de hele begeleiding aan te werken. Dat die jongens ook bewust worden van ons sterke punt. Want als jij bewust bent, geeft het jou kracht en zelfvertrouwen. Hey, welkom jongens. EK. Vandaag moeten we proberen de jongens het vertrouwen te geven. Dus alle dingen die je ziet qua discipline die goed is, probeer het individueel te doen, niet als team. De jongens moeten vertrouwen krijgen, een goed gevoel krijgen en weten waarvoor ze geselecteerd zijn. Als je als coach alsmaar kijkt waar je niet goed in bent, word je onzeker. En het allerbelangrijkste is, ik heb als coach nog nooit een wedstrijd gewonnen op een zwakke punt. Dus ja, waarom focus dan nog steeds altijd maar op die zwakke punt? Als je toch ook kijkt, vroeger op school, als je thuis kwam met je rapportje, was het eerste waar je ouders naar keken, was naar die onvoldoendes. En dan zei ze ook nog, ja, bijles, bijscholing en die 4 die moeten 6 worden. Maar er waren geen ouders bij die het rapport opensloegen en zeiden van, oh, je hebt een 8. We gaan van die 8 een 10 maken. Ja, is het oké. Dus kun je zitten. Ik vind individuele gesprekken heel belangrijk, omdat elk individu is uniek. Niemand is hetzelfde. Dus je moet er heel specifiek op zijn persoonlijk ontwikkelingsplan proberen te sturen, te enthousiasmeren en te inspireren om weer die grens te verleggen. En iemand die fit is, kan nog fitter worden. En je moet niet tevreden zijn met de fitheid van nu. Nou, daar probeer ik individueel uit te dagen. Dat gaat niet in een groep. Wat is een kernkwaliteit van jou? Hockeytje zien of... Doe eens maar eens even gewoon even in je karakter. Een kernkwaliteit, denk ik dat ik... ik weet niet. Wat is een kernkwaliteit? Het is niet zo simpel van jezelf te zeggen. Ik vind rustig cool. Ja. Een coole speler. Ja. Coole kikker. Maakt je hem niet uit, kom maar op me af. Ik speel ze wel uit. Je bent heel cool, ik in je, ook in je gedrag. Zo. Als je een beetje te cool bent, te rustig hoor. Ja, dan, ja te cool is nooit goed, te rustig is ook niet goed. Ja, te rustig, dan word je... Als je lax, dan word je een beetje te lax. Lax, sloom. Dat is jouw valkuil. Ik vind het heel belangrijk bij een team dat je herkent hoe steek je zelf in elkaar, hoe steekt mijn teamgenoot in elkaar, waardoor je het gaat herkennen, met elkaar over praten, ga je het herkennen. Waar heb jij een hekel aan? Ja, alles. Tegenovergestelde van cool, tegenovergestelde van rustige mensen. Wel zenuwachtige, ja. Opgefokte mensen. Ja. Daar heb je een hekel aan. En die hebben we ook een paar in het team. Ja, dus nu weet jij dat. Dan kun je het ook een plek geven. Zo zijn zij, zo ben ik. En dan pas is de acceptatie in de ploeg. En die acceptatie, dat is nog mooier, die gaat zelfs over naar respect. Ze krijgen zelfs respect voor elkaar. En vaak zeggen spelers ook tegen mij, ja, ik hoef niet met hun op vakantie. Ik wil met hun kampioen worden.